Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van mijn Crysis 3 Road to Commander serie. En ja, laten we maar meteen even gaan beginnen met mijn equipment te customiseren. Want ik wil eens even kijken wat we allemaal hebben. Dus even kijken, deze gaan wij vandaag weer trainen. Even kijken, oké, dan hebben we straks dit dingetje geleveld. Oké, krijgen we dan nog iets boeiends? Equip en modify. Wat is dit? Krijg ik dit bij... Wanneer krijg ik die? Godzooi. Nou, dat zien we later allemaal wel. Het zal allemaal wel. We gaan dus met deze spelen. Eens even kijken. Want wel, ik vind dit een van de fijnste wapens. Goed, wel join match. Ik hoorde iets van Team Deathmatch kunnen doen of zo. Die vind ik altijd wat cooler. Dat is een hunter. Eens even kijken, jongens. Eens even kijken. Wat is dit? Deathmatch. Join Chinatown. Oké, nice. We gaan meteen beginnen. Even kijken. Ik wil die doen. Oké, want die andere map is echt wel kut. Even kijken, let's go. Ik ben level 10. Hallo, dank u wel. Goed, dus even kijken. Wel, daar hebben we de killstreaks, maximum radar, swarmer, EMP belast en max handsuit. Zou cool zijn als we maximum radar kunnen krijgen. Waarschijnlijk niet, maar hoop doet leven, nietwaar? Eens even kijken, goed. Pompidopidom, beetje lag hier. Oké, zo, select, prima. Weet ik voor players, lolcats. Joint. Misschien nou op, ik wil beginnen. Let's go. Oké. Oh, tijd geleden dat ik echt Crysis 3 heb gespeeld, jongens. Ik ga dus ook wat meer van uitbrengen per week. Nou, echt. Ik beloof het vanaf nu minimaal 3 episodes per week van Crysis 3. Wat wel, ik wil gewoon een keer iets afronden. Dit zal niet voorlopig afgerond worden, maar... ja, ik hoop wel ergens binnenkort of zo. Goed, eliminate enemy players. Yes. Animals zelf, bitches. En er is een keer weer wat anders. Denk je nou echt dat ik jou niet zie? Oh nee, meneer. Oh nee, overdoor. Ja, van rechts. Ja, van achter. Van achter. Overdorie. Ik was echt geconcentreerd daar. Oké, let's go. Niet zo lang bij deze dingen stilstaan. Ik heb te veel recoil. Ik heb gewoon echt te veel recoil. En dan baal ik. Oh. Ah, verdorie. Ik wil echt FMJ of zoiets hierop. Kijk, dan killt me zo snel. Niet leuk. Ik vond die Deathmatch met gastjes leuker. Vond ik echt wel cooler, hè. Spring, goed zo. Kruisers. Kom op, ik wil in ieder geval levelen vandaag. Dat zou ik wel leuk vinden. Dodge. Oh my god, ik heb een kill. Nee. Oh, 4 kill, nice. Ik ben op een 2 kill streak. Te recoil. Oh ja. Yeah. Kom nou hier dan, ik wil dit op jullie gooien. Zoom in, hij zoomde niet in. Wat? Oh. Shit fish. Ik heb het gevoel alsof ik echt stil ben in deze commentary. Dat is best een lijpe shotgun. Respawning. Nee, ik werd echt dood opgeschreven. Oh, verdorie, waarom ga je niet dood? Ik snap niet dat ik... Oh, die fuck. Au, jezus. Komt die weer van achter of zo? Jee, wat? Nou ja, ik kwam zo van achter. Sommige Fransman, sacre bleu. Eens even kijken. Oh, geef mij dit. Ik wil die. Ik ga dit eens proberen. Ik heb geen idee wat het is, maar ik vind het nou wel leuk. Huh, ja boy. Jezus, ik zit leed. Oh. Oh, what the fuck? Oh, verdorie. Jammer. Nou ja, ik heb iemand gekilled. Oké.
Nou, ik heb hier wat gekild. Dat is goed. Ik wil ook gewoon wat kills halen zodat ik kan levelen. Nou, dat begrijp ik best ook wel. Even Dory. Jezus, zit die sniper of zo? Nee. Dat what the fuck? Kill schiet amper. Kijk, dat snap ik gewoon niet. Laat me hier nou op, oké, dank je. Jee, nu is mijn wapen level up. Alverdorie. Oh, ik hoor het ook. Dat is volgens mij level up of niet? I don't know. Wat ben ik nou weer? Oh, hi. Jezus. Misschien moet ik meer aan melee gaan doen bij dat soort dingen. Lijkt me wel beter. Gewoon tjaka, gewoon lekker melee. Dude, where are you? Wants to kill you. Holy fuck, wat doe ik nou? Ik zoom weer niet in. Ik zoom ook gewoon weer niet in, hè. Volgens mij maken ze ook gewoon altijd headshots bij mij. Ik weet het niet. Oh, verdorie. Ik vind ook gewoon echt dat ze die killcam ook gewoon moeten fixen. Ze moeten echt die recoil gaan toevoegen. Volgens mij hebben ze dat überhaupt niet gedaan. Ik weet niet. I don't know. Sacre bleu, heb je hem weer hoor. Laat me nou gewoon even wat. Ja, lekker spawn. Kloning. Help. What the fuck? Oh no. Oh nee. Hehe, dat is een kill. Dat is een kill, dude. I like kills. Nee, je gaat me niet mee. Je gaat mij absoluut. Verdorie! Jezus. Wat de. Huh? Wat is dat nou? Dat is gewoon dikke onzin. Ik vind echt gewoon Team Deathmatch met gastjes, echt zodat je echt een gastje bent, echt gewoon cool. Ik vind het gewoon echt dat we gewoon te veel... wauw, dat is wel leuk. Leuk iets. Wee, ik vloog. I believe I can fly. What the fuck, ik stond stil. Wauw. Leuk. Oh, hi. Wat denk ik dat ik hier naar boven niet zie? Klim hier nou op, jij. Waar los op kak omhoog. Echt, crashes 3, jongens. Oh nee. Oh mijn god, ben ik slecht hier, zeg. Wat is het maximale level wat je bij Crash 3 moet zijn eigenlijk? Maar goed, ik leer wel. Kijk, ik haal iets meer kills dan toen ik wat eerst speelde, dus. Dat is mijn Call of Duty. Je moet gewoon dit leren spelen. Wat? Oh, verdorie. Nou, ik ga nog even een partje spelen. Beetje kort, vind ik zelf dan. En dan nog, er zijn die episodes wat langer. Who cares? Hoeveel kills heb ik gemaakt? 7 kills. Niet heel slecht. En misschien moet ik de partje gewoon wat langer maken. Ik weet het niet. Oh, ik ben zelf niet geleveld, maar mijn wapen is dus geleveld ook, hè. Kijk, daar had je al mijn kills. Ja, kijk, zie je dat? Mijn killcam heeft ook amper recoil. Zie je dat? Dus het ligt gewoon aan de game zelf. Oké. Yo. Continue. Oké, accept. Customize equipment. Is mijn ding al echt geleveld? Wat? Oh. Nek. Huh? Oh, hij is level 3. Oké, kan ik even die equipment ofzo? Scopes. Nee, dat kan ik niks. Suppressor. Finish customization. Back. Jee, even kijken. Oh ja, deze is leuk. Player profile, wat is dit dan? Skill attachments. Attachments. Suppressor. Oh, oké. Back. Dog tags. Kun je ook allemaal nieuw dingen. Oh, bij 7. Oh, nou, ik leer de game. Oké.
Straks even lunchen als het is afgelopen. Oh jee, dit is die met het crash site ding. Deze vind ik echt gewoon echt super leuk. Even kijken, select. Oké, ik heb nu zo'n presser erop zitten. Dus dit moet echt handig uitgepakken. Hopelijk is dit een beetje hetzelfde als Call of Duty. Die iedereen is de presser gebruikt. Want wel, ik zie dus al nooit mensen op de radar. Kijk, wiii. Goed. Ik run zelf 60 frames en ik neem op in 30 frames. Dat is altijd wel nice. Maar goed, het is wel een soort van handig dat ik dit nu heb, want... Wow, oké, wel, dat is nice. Maar het is best wel nice dat ik dus nu echt gewoon ook Crysis 3 aan het spelen ben. Want dat betekent dat ik later bij Cold Ghost, zeg maar, al een stuk beter ben in het computergame, zeg maar. Ah, verdorie, ik let er niet op, ik was aan het neuzelen. Maar, ja, ik weet dus eigenlijk nog steeds niet wat ik zal doen. Of ik het voor de, Xbox... Ja, One, want ik heb wel besloten eventueel de Xbox One te kopen, want ze hebben wel het hele ding, ja, omgegooid, zeg maar. Dus ik ga misschien nog wel achter commentaar hierover maken binnenkort of zo, I don't know. Maar in ieder geval dus, misschien zelfs wel de Xbox One, want die vind ik eigenlijk, ja, wel beter dan PlayStation, denk ik. Want het is wel gewoon zoiets van, oké, dan moet je straks, maar dan moet ik in principe twee Xbox Live abonnementen. En wat moet ik ook nieuwe games en alles moet ik dan nieuw kopen, daar heb ik allemaal geen zin in, dus... Ja, gekillt Jack, bitch. Lol. Volgens mij doet hij lekker veel damage. Ik weet het niet. Hier. Diner. Klim, ja. Yeah. Kan ik hier ook inklimmen? Ja, dan kan ik ook inklimmen. Ja, oké. Okay. Kill hem. Kill hem. Oh mijn god, een faal hadden wij. Jezus, nee, dan komt er daar een uit. Oh, what are the chances? Maar goed, ik weet dus überhaupt nog niet zeker of ik wel een nieuwe console ga kopen. Maar ik ga, ja, misschien een Cold Ghost voor de PC of voor de, ja, de 360 kopen, dat weet ik niet. Oh, die dood Battle Air, ja, oh my god. Klim! Oh nee, of niet? Hey, dude. Mirada of zo. Oh, wat de fuck. Ja hoor. Zo'n ding weer. Wat is dit überhaupt voor onzin? Oké, kijk, je ziet ook helemaal niks. Hè. Volgens mij is Crysis 3 echt gewoon. Ik heb wel iemand gekilled. Nou, hier maar heen dan. Oh nee. Nee, hij is toch maar emo. Oh ja, ik was ook... Oh, wauw. Ik was ook gewoon te geconcentreerd. Hij schoot me ook nog dood, ook nog. Die andere kerel was gewoon handicap bezig. Wauw. Dat vergt wel wat skills voor mij natuurlijk. Nee, in mijn rugje. Wauw. Goed, dan... Klim, mooi. Ah, verdorie. Ik haat het gewoon ook als je beschoten wordt, zeg maar. En dan heb je gewoon echt fucking slecht recoil. Ja, oké, die gun kan ik toch al niks doen, maar oké. Au. Kom, boom. Ga je in je rugje, jongen. Oh mijn god, ik heb hem gekild. Dat was... Au, verdorie. Wat is dat nou weer voor onzin? Nee, niet meer met zo'n ding. Oh, ik dacht even dat het zo'n... zo'n, ja, wat is het? Hitte ding, sensor. Ding die magic was of zo. Kom op. Je kunt het niet. Geweldig. Er is ook zoveel gaande gewoon, dat je ook je gewoon niet kunt focussen op één ding. Dat is ook gewoon zoiets. Ja, oké, ik wil ook gewoon echt gewoon... Auw. Ik word gewoon half gereed hier. Auw, nee. Nee. Nee.
Jee, hè, wat had je dan, hè? Ik word hier beter in. Nee, ja, in mijn rug weer. Kijk, ik haat het zo. Waarom moeten ze altijd van achter komen? Ik dacht serieus echt dat het in Call of Duty erg was. Misschien zijn de Kings 77NL en zo daarom wel gestopt met crisis. Waar de fuck ben ik nu weer? Waar de fuck ben ik? Oh, hierboven. Okay. Cloning device. Auw. Jee, zelfmoord. Jee. Oh, geweldig. Hoeveel sta ik? Oh, 5 kills, oké. Respawn, please. What the fuck ben ik nu weer? Oh, in een van de vage riool of zo. Leuk. Weet je wat, laat ook, maar ik begin er niet eens aan. Ik haal toch geen kill daarmee. De truc is om achter hun te komen. Oh my god, wat gaat hier komen? Kijk, zoals dit of zo. Wat is dat nou? Weer van achter. Ik kom van achter, hij komt van achter, iedereen komt van achter. Jee. Echt. Geweldig. Was ik hem weer kwijt. Kijk, misschien met een klein poepwapentje van hem. Kijk hier. Lockheads. Haat het, waar spawn ik altijd? Wat zijn er voor spawns van mij, hé? Dat is au, pijn, heel erg pijn. Doe zeer, help. Ja, oké, een kill. Ja, low energy, ja, I know. En wat, dat moet me boeien ofzo. Kom op, nee! Jezus. Oh. Wauw. Ik wil gewoon geen zo'n ding of zo. Ik wil wel toch. Ik wil wel toch even suppressor helpt wel een beetje. Het is niet major, maar het helpt. En daar gaat het om, denk ik. Wat? Ik had hem toch! Oh, wat een dikke bullshit ook. Kijk dan, hij is gewoon bijna dood en dan... Wauw. Crisis 3, hé. Fucking... Oké, wat is dit nou weer dan? Wat een onzin, poepscheet Chinees, emu-hasses ding. Oh, wat? Wat is dit nou? Oh, oké, nu begin ik weer boos te worden, hè? Voor dit, oh, ik ben geleveld, oké. Nou ja, het is dus wel een leuke aflevering, denk ik. Tenminste, ik denk dat jullie het... Oh, nee, ja, dikke emo-hasses. Je gaat mij... Oh. Ik ben absoluut de final kill, dat is in ieder geval iets. You finished 11th. Geweldig, ik ben 11e. Van de hoeveel? Ik sta niet onderaan. Seksuele. Kijk. Dit was wel nice. Ik had echt zoiets van, what the fuck, hoe heb ik die kill gehaald? Dat was echt wel nice. Ik heb ook iemand gekillt met een granaat. Oh, dat is ook nice. Oké, dat was ook wel cool. Ik ben niet echt slecht in crisis. Ik ben een beetje noobachtig, maar... Ik ben echt niet heel slecht. Ik ben slecht, maar niet heel slecht. Snap je wat ik bedoel? Accept... leave session, leave. Oké, nu gaan we eens even kijken. Player profile. Dog text. Goed, wat hebben we hier? Zevende of zo. Oké, we hebben dit ding. Nee, dat vind ik niks. Ik wil gewoon... Nee, dat is niks. Oh, nog meer? Nee, ik wil denk ik gewoon Nederlands of zo. Dat vind ik wel leuk. Rood, wit, blauw. Jee. Rood, wit, blauw. Doe de movies. Oké, back. Kijk, dan gaan we even progress and unlocks, oké. Okay. Ja. Oké, dan unlock ik die. Dog tag frame, oké, dan unlock ik... En rapid fire zal me zo erg gaan helpen, hè.
Even kijken, oké, bij level 11 dan heb ik iets van een predatorboog of zo. Oh, ik unlock die dan ook binnenkort. En die... Ah, kijk eens, ik begin al wat te unlocken en alles. Het begint nu een beetje te komen. Even kijken, dan gaan we even customiseren. Even kijken, 18 kills nog maar voor volgend level. Even kijken, ik kan dus verder niks. Oké, suppressor. En dit is voor level 4, oké. Okay. Wel jongens, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik bedank jullie voor het kijken. Laat even een like achter en abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Volg mij even op Twitter als je nu toch bezig bent. En wel, dan zeg ik nu, later mensen, bedankt voor het kijken.